Welkom allemaal bij een studium generale over de Matrix. En er wordt nu al gestruikeld over snoeren van machines. Wel een beetje het thema van deze avond. Even één ding. Goede voorspellers zijn wij niet bij Studium Generale, want toen de eerste film The Matrix uitkwam in 1999 en deel 2 en deel 3 in 2003, toen was het een enorme hype. Er werd veel over gesproken, sommige mensen gingen 10 keer naar de film, mensen gingen in citaten uit de film met elkaar converseren. Het was echt iets wat als heel bijzonder werd gezien. Maar toen in januari van dit jaar deel 4 verscheen, toen bracht dat eigenlijk nauwelijks reuring teweeg. En volgens mij is de Matrix Resurrections, dus deel 4, in deze contraien ook al niet meer te zien. Dat brengt mij direct tot de eerste vraag. Wie van jullie heeft alle 4 de delen gezien van de Matrix? Oké. Oh, wat goed. En 3 van de 4 delen? En alleen maar 1 deel? Ik ook. De allereerste. Oh, wie heeft geen enkel deel gezien? Oké. Misschien dat jullie na afloop... Nou, ik weet wel zeker dat jullie na afloop van deze avond denken van dat moeten we gaan bekijken. Want bij deze avond gaan we het hebben over de filosofische gedachten die ten gronde liggen aan de Matrix-trilogie en dus ook dit 4e deel. Want er zijn boeken vol over geschreven en je kunt ook YouTube-filmpjes vinden bij de Vleet over Plato, Descartes, Baudrillard, allemaal filosofen die op de een of andere manier in die films te vinden zijn, hun gedachtegoed. En even heel kort gezegd is het, leven we in een schijnwereld? En zo ja, kunnen we daar ook uitbreken? Het is eigenlijk een strijd tussen de mens en de machines, de mens en de algoritmes. En onze spreker van vanavond, Jos de Mul, is met name ook gespecialiseerd in dat terrein, informatietechnologie, massamedia, cyberspace. Hij is hoogleraar wijsgerige antropologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij heeft heel veel boeken en artikelen geschreven. Hij schrijft ook veel in kranten, NRC, Trouw. Zoek maar een plek hoor, De Groene Amsterdammer, ik praat wel eventjes door. En een van zijn bekendste boeken heb ik ook meegenomen. Ik zal hem even laten zien. Ook verschenen in het Chinees bijvoorbeeld en in een heleboel andere talen, is Cyberspace Odyssey. Ik zeg het maar even op zijn Nederlands. Wat precies over dit thema gaat van mens en machine. En daarom is hij ook de beste gids om jullie vanavond te vertellen over die filosofische gedachten die te gronde liggen aan de Matrix. Graag een hartelijk applaus voor Jos de Mul. Goedenavond, dames en heren. Ja, de Matrix. Wie kent hem niet, op zijn minst van horen zeggen, deze film. Een iconische dystopische science fiction film. Voor het eerst uitgebracht in 1999. Over een toekomstige wereld waarin de mensheid gevangen zit in een gesimuleerde realiteit. Of zoals het in de film gezegd wordt, een neurale interactieve simulatie. Die is gebouwd door intelligente machines. En die houden de mensen gevangen als energiebron. Er zijn behalve de films ook nog allerlei games en animatiefilms en dergelijke gemaakt, waar ook iets van die achtergrond getoond wordt. En de achtergrond blijkt dan te zijn dat mensen en machines zijn in oorlog met elkaar gekomen. Een kernoorlog geworden, de hele hemel is verduisterd, waardoor er ook geen zonne-energie meer binnenkomt. En vandaar dat de machines om te overleven de mensen als een soort batterijen gebruiken. En mensen worden in een soort kunstmatige baarmoeder worden ze vastgehouden. En de energie wordt er uitgeslurpt. En om ze toch bezig te houden, want anders gaan je hersenen dood als je niks doet, krijgen ze een simulatie van een hele wereld. Krijgen ze via elektronische wegen krijgen ze toegediend. Waardoor ze denken dat ze in een wereld, de Matrix heet die, leven,
terwijl dat één grote simulatie is. Zoals het een Hollywood film betaamt, is er ook een held, Neo. En die ontsnapt uit die gevangenis met de hulp van een groep rebellen die ook ontsnapt zijn uit hun kunstmatige baarmoeders. En ze worden geleid door een profetisch type Morpheus genaamd. Ja, ik zal even dit is de omslag van de eerste film. En hier ziet u uit de eerste film deze embryonale kluisjes of kunstmatige baarmoeders waar mensen in liggen. En u ziet hier ook Neo die net ontwaakt is uit zijn kunstmatige gevangenis. Neo, de held zoals gezegd, en natuurlijk in een Hollywoodfilm hoort er ook een heldin bij te zijn. En dat is Trinity. En samen gaan zij de strijd aan tegen de machines om de mensheid te bevrijden. Neo bevrijdt de mensheid inderdaad. Hij wint ook nog het hart van Trinity. Eindgoed, al goed zoals het een Hollywoodfilm betaamt. Waarom was deze film zo'n enorm succes? Ik denk dat er een aantal redenen zijn. Niet alleen omdat het goed afloopt, alhoewel dat voor Hollywoodfilms altijd wel meewerkt. Maar het was een totaal vernieuwende film in een aantal opzichten. Ten eerste omdat het een groot aantal verschillende genres combineerde. Het was een science fiction film, het was ook een liefdesverhaal. Het was een vechtfilm met Chinese vechttechnieken daarin. Er werden ook voor het eerst digitale technieken gebruikt in de film die nooit eerder vertoond waren. Ook in die zin was het een volstrekt vernieuwende film. Het interessante is, ik heb naar aanleiding van deel 4 ook deel 1, 2 en 3 weer eens bekeken, na lange tijd, dat het eigenlijk nog steeds een verpletterende film is qua digitale effecten. Alhoewel natuurlijk 20 jaar ontwikkeling op digitale technieken en enorme ontwikkelingen zijn geweest. Maar hij staat nog steeds als een huis, die eerste film, vind ik. Wat ook nog een bijdroeg aan de populariteit was de esthetiek ervan. Over die hele film hing een soort groene waas. En dat was de waas zeg maar, van de digitale wereld. U kent nog wel de oude monitors, zwart met groene lettertjes. En die hele esthetiek van die film is ook donker met heel veel groen licht. Alles is in een soort donker, gloomy licht. Een soort film noir-achtige omgeving. En dat spooky effect droeg ook wel bij aan het succes. De film is geschreven en geregisseerd door de broers Larry en Andy Wachowski. En inmiddels moet ik zeggen de zussen Wachowski. Want ze hebben beide, het waren beide transmannen, hebben ze een gender switch hebben ze doorgemaakt. En daar komen we nog op terug, want dat speelt ook nog wel een zekere rol in de vierde film. The Matrix was een enorm succes, ook in financieel opzicht. Hij kostte $65 miljoen. Nou, dat is niet niks, maar voor een Hollywoodfilm eigenlijk nog tamelijk bescheiden. En hij leverde in totaal $465 miljoen op. Dus dat was echt een groot succes. Vooral ook omdat er ook nog twee vervolgen kwamen. Na The Matrix kwamen The Matrix Reloaded en The Matrix Revolutions. En alhoewel die iets minder succesvol waren dan het eerste deel, leverden die ook nog vele miljoenen op. Waren ook nog zeer winstgevend. Er kwamen ook een aantal animatiefilms en games uit. En natuurlijk, daar werd al op gewezen, de film was ook zo interessant voor intellectuelen. Het was niet alleen een science fiction film met veel gevechten en dergelijke en een spannende ontknoping en liefdesverhalen. Maar het zat ook boordevol filosofische gedachten en verwijzingen naar. En dus er verschenen ook talloze boeken, The Matrix and Philosophy, Taking the Red Pill, Like a Splinter in Your Mind. Nou, en kranten schreven erover. Er zaten zoveel citaten in. Het werd ook wel een postmoderne film genoemd in die zin. Het was een soort kaleidoscoop van ideeën. Dus iedereen vond er wel iets van zijn gading in. Welke filosoof je ook interessant vond, hij kwam er bijna altijd wel in voor. Dus je kon ook iets zeggen over die film. Dus nou, dat was een enorm succes.
Daarnaast waren er ook vele discussies op het internet. Je moet je ook voorstellen, 1999, het was ook een jaar of zeven na de introductie van het World Wide Web. Dus je had allerlei wikis, praatgroepen en dergelijke ook over die films. Dus dat was ook een nieuw soort fenomeen, het fandom wat ook op internet plaatsvond. Dus al met al een epochemakende film zou je kunnen zeggen. Velen beschouwen de film, The Matrix, met name het eerste deel, als een van de beste science fiction films ooit. Vergelijkbaar met films als Stanley Kubrick's A Space Odyssey uit 2001, die in 1968 werd gemaakt, ook een visionaire film. En in zekere zin geldt dat ook voor The Matrix. En een van de punten die ik vanavond duidelijk zou willen maken aan jullie is dat ik denk dat The Matrix in een aantal opzichten nu nog veel actueler is dan in 1999. In 2019 bracht Warner Bros. Een gloriously remastered versie uit van The Matrix 1, 20 jaar na dato. En toen werd ook aangekondigd dat er een vierde deel zou komen. En dat was natuurlijk wel heel erg spannend, dat had eigenlijk niemand verwacht. Ik had in de NRC in 2003 drie grote essays geschreven. In 2003 kwamen deel 2 en 3 uit. En de NRC vroeg, ik schreef daar regelmatig essays voor, zou je over die drie films iets willen schrijven? Dus dat heb ik toegedaan, drie essays. Op mijn website zijn die nog te lezen voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn, www.demul.nl. En als u dan Matrix in de zoekmachine intoetst, dan krijgt u die essays te lezen. Trouw vroeg in 2019, zou je niet een vooruitblik willen schrijven op deel 4? En ik heb dat toen gedaan, een poging gewaagd te voorspellen wat er zou komen en ook de titel te voorspellen. Maar het was niet helemaal succesvol. Maar de film kwam er wel. Het duurde alleen nog wat langer. Hij is op 22 december vorig jaar in première gegaan in de Verenigde Staten, The Matrix Resurrections. In Nederland zou hij ook met kerst in première gaan, maar helaas door de corona waren de bioscopen dicht, dus het is pas eind januari geworden. In sommige bioscopen draait hij nog, maar het was zeker, Iska heeft er ook al op gewezen, niet het succes van de eerste drie films. Alhoewel sommige kritieken heel positief waren, was toch wel een groot deel ook tamelijk negatief erover. Ik heb hem een paar keer gezien en ik moet zeggen, aanvankelijk was ik ook wat teleurgesteld toen ik hem zag, maar ik begon hem toch wel steeds boeiender te vinden. En zeker voor degenen die de eerste film hebben gezien, is het erg leuk om hem te bekijken. Als je de eerste helemaal niet gezien hebt, als je er blind in gaat, zeg maar, is het. Er zijn zoveel verwijzingen, ook stukjes uit de eerdere films die getoond worden in de nieuwe film. Dan is het denk ik minder, maar als je, ook al heb je maar alleen deel 1 gezien, zoals Iska, dan is het de moeite waard om te bekijken. Ik zal vandaag zowel een terugblik op de eerste drie films geven, want er zijn toch een aantal mensen, zeker de jongeren die misschien nog net wel geboren waren, maar nog niet zo heel lang geleden toen die film voor het eerst uitkwam. Iets over die drie vertellen, ongeveer de helft van mijn verhalen, de andere helft zal ik over de nieuwe film vertellen. Goed, ja. Zoals gezegd, er zijn talloze verwijzingen in deze film, ook naar allerlei culturele fenomenen, naar andere films. Je zou kunnen zeggen, het is een soort intertextuele film, die verwijst daar. Een van de thema's is bijvoorbeeld Alice in Wonderland. Daar komen allerlei thema's over de rabbit, over het gat waar je in moet verdwijnen, dat je in een andere wereld terechtkomt, et cetera. Dat is maar één voorbeeld, maar ook boeddhistische thema's komen er talloze. Dus ik ga één lijn eruit halen vandaag, want ik kan niet al die thema's bespreken. Want dan zou ik dagen moeten spreken en uw geduld is eindig. En ook het mijne, dus dat doen we niet. Maar ik zal vooral de thema's eruit lichten die denk ik nu nog steeds heel erg actueel zijn. En een van de centrale thema's is, leven wij misschien in een simulatie? Dat we denken dat de wereld waarin wij ons nu bevinden, dat dat de echte wereld is, maar dat dat in werkelijkheid niet het geval is. Maar dat dat een
computersimulatie is. En dat wij denken dat wij in die wereld leven, maar dat een zinsbegoocheling is. Goed, nou, nogmaals, het is één van de vele thema's. Het is een soort Rorschach-test, die film. U kent die test misschien wel. Die werd vroeger in de psychiatrie wel gebruikt. Er werd een blaadje met inkt werd dubbel gevouwen en dat werd dan getoond. En wat zie je hierin? En dan had je onmiddellijke toegang tot het onbewuste van de persoon. Want wat hij daarin projecteerde, dat vertelde iets van de persoon. Nou, dat is met die film ook zo. Hè. Zoals gezegd, Alice in Wonderland was één van de belangrijke thema's. En ook White Rabbit, een song van Jefferson Airplane uit 1968. Een van de belangrijke psychedelische liederen, zeg maar, uit de 60's. Ook daar wordt naar verwezen. In dat lied wordt ook over pilletjes gesproken die je moet innemen. We zullen zien, dat is ook een belangrijk thema in de film, waarna de wereld heel anders wordt. Nou, dat waren iets andere pillen in 1968 dan in de film, maar in veel opzichten hadden ze daar wel iets mee van doen. Leven we in een simulatie? Het is niet een volstrekt uniek thema voor The Matrix, want in dezelfde tijd rond, zeg maar tussen 1990 en 2000, waren er een aantal films die dat thema centraal stelden. Denk aan The Truman Show. Ik weet niet of u die film kent. Dat gaat over iemand die blijkt in een soort decor te leven wat gefilmd wordt. Een soort reality show. Ook al heel visionair eigenlijk, want we hebben nu de Kardashians en dergelijke die hun leven laten filmen. Nou, daar gaat deze film over voordat het fenomeen eigenlijk bestond. Maar die persoon weet het niet dat hij in een soort kunstmatige wereld zit. Uiteindelijk botst hij met zijn bootje tegen de wand, zeg maar, aan en komt hij erachter dat hij eigenlijk opgesloten zit in een filmset. En daar zijn hele leven al in zat, nou, de Truman Show. Dark City is ook zo'n thema, een film waarin dat thema wordt uitgewerkt. En dan is het de kwade genius die de mensen gevangen houdt. En Total Recall is een andere film uit 1990 zelfs al die dat heeft. En Existence, dat zijn mensen die zitten in een computergame gevangen. En de belangrijke vraag is daar, are we still in the game? En het is een tamelijk moorddadige game, dus dat is ook een vrij existentiële vraag. Maar ook filosofen houden zich met die vraag bezig. Are you living in a computer simulation? Nick Bostrom, een belangrijke futuristische filosoof zou je kunnen zeggen, of hij wordt ook wel een transhumanist genoemd, die heeft een artikel geschreven in 2003, waarin hij ook die vraag stelt, van is het mogelijk, hè? Is het als gedachte-experiment, dus misschien niet dat hij het onmiddellijk heel erg gelooft zelf, maar kunnen we eigenlijk bewijzen dat het niet zo is dat wij in een computersimulatie leven? Dat is de vraag die hij zich daar stelt. En hij heeft dat later ook nog een keer uitgewerkt in een van die bundels die ik liet zien over de Matrix en filosofie. Daarin past hij zijn gedachte-experiment, wat hij eerst zeg maar, los van de Matrix formuleerde, past hij ook nog een keer toe op de Matrix. En hij zegt, ja, de Matrix is wel een heel goed voorbeeld om dit te illustreren. Het heeft echter nog een veel langere geschiedenis. En dat heeft te maken, zou je kunnen zeggen, met de ontwikkeling van de technologie. Mensen als Bostrom, die vragen zich af, kan het zo zijn dat het hele heelal eigenlijk een computersimulatie is? Of dat het hele heelal een hele ingewikkelde computer is? En dat wij producten van die computer zijn, is dat mogelijk? Ja, als je kijkt hoe realistisch computergames tegenwoordig zijn, dat is natuurlijk, niemand zal dat verwisselen met de realiteit. Maar stel je voor dat je een oneindig grote computer hebt. Die kan misschien wel een wereld simuleren die totaal niet te onderscheiden valt van de wereld waarin we nu leven. Kunnen we bewijzen dat we niet in zo'n wereld leven? Dat is eigenlijk de vraag, en daar zijn filosofen natuurlijk vooral in geïnteresseerd, dus dat soort vragen. Is er een bewijs mogelijk dat we niet in zo'n simulatie leven? Nou, mijn punt was dus dat dat sterk afhangt ook van de stand van de technologie. In de 17e eeuw, toen kwamen de eerste mechanische machines, die kwamen op, hè, klokken en dergelijke. En toen hielden heel veel filosofen zoals Leibniz en Descartes zich bezig met de vraag, is de wereld niet één hele ingewikkelde machine? Is de wereld niet een soort hele complexe klok waar alle tandraadjes in elkaar draaien?
En je hebt in Franeker, geloof ik, het planetarium, dat is ook eigenlijk een soort grote klok. En daar laat je, en dat beeldt dat heel mooi uit eigenlijk. De werkelijkheid is één groot mechanisme. Tegenwoordig hebben we computers en nu gebruiken we dat als een soort metafoor. Zou de wereld niet, en we zeggen nu niet meer een ingewikkelde klok, nee, een ingewikkelde computer. Is het misschien een computer? En hier ziet u zo'n uitbeelding van een mechanistische wereldbeeld. Nou, wat ze delen in ieder geval is het idee dat je wiskundig kunt berekenen hoe de werkelijkheid is. Dat de wiskunde eigenlijk de taal is waarin de werkelijkheid ten diepste, het meest volledig, het meest compleet beschreven kan worden. En een paar jaar geleden, net 2 jaar geleden, 2020, toen schreef een astronoom David Kipling, die had een berekening uitgevoerd dat er 50% kans is dat we in een simulatie wonen. Dus, als u naar huis gaat straks, dan moet u bedenken, ja, er is een goede kans dat u gewoon naar huis gaat, maar even grote kans dat u naar een simulatie gaat vanavond. Ja. Nou, ik had ook over het idee van dat wij eigenlijk in een soort, in de Matrix, in een soort kunstmatige baarmoeder liggen. Dat onze hersenen verbonden zijn met de computer en dat die ons een simulatie geeft van de werkelijkheid. En dat is het thema van de Matrix. Ook dat was, zeg maar, niet helemaal origineel. Want in de jaren 80 heeft de filosoof Hilary Putnam in Amerika, 20 jaar voor de Matrix, ook al dat gedachte-experiment gedaan. Gezegd van, is het mogelijk dat wij brains in een vat zijn? Kunnen wij een brein in een vat? En stel dat we uw hoofd eraf halen. Ja, ik zal het niet echt doen, dus u hoeft niet bang te zijn. Maar stel dat we dat zouden doen en we zouden dat op sterk water zetten of zo. We houden dat in leven en we gaan met elektroden, zetten we daarop en we stimuleren uw hersenen op een manier dat u denkt in een bepaalde wereld te leven. Ja, daar ga ik nu even vanuit. Kijk, ja, dat u kunnen ook zombies zijn natuurlijk. Nee, dat is, ja. Een wezen zonder lichaam. Dat wij dat zijn? Of dat we... Dat mogelijk zou zijn? Ja. Nou ja, het idee is... Dick Swaap heeft een boek geschreven, Wij zijn ons brein. Gelukkig heeft... onze beroemde bioloog, daar ben ik even... Midas Dekker... als antwoord geeft, wij zijn onze darmen. Dat is ook iets voor te zeggen natuurlijk. Het is een beetje reductionistisch door te zeggen, wij zijn ons brein. En ook Putnam is zo'n reductionist in zekere zin. Want je kunt je afvragen, kunnen hersens überhaupt bestaan zonder lichaam? Hè? Dus dat... Maar goed, in het gedachte-experiment gaat het erom, stel dat dat zou kunnen. Hè? Dat u hersenen levend houden en we gaan die prikkelen op allerlei manieren, zodat u allerlei levendige beelden heeft van in de werkelijkheid zijn. En ook Putnam gaat het om de vraag, kunnen wij erachter komen dat dat niet zo is? Is dat mogelijk? Is er een manier om dat uit te vinden? En hoe zou je dat dan moeten doen? Nu is ook Putnam, filosofen zijn dieven over het algemeen. Die stelen ideeën van voorgangers. Dat doen we al 2500 jaar. En Putnam had het eigenlijk ook weer van Descartes. Want Descartes die vroeg zich ook al af in zijn meditaties, stelde hij de vraag, hij zit dan bij het haardvuur en zegt wat te mediteren. En dan zegt hij, kan ik eigenlijk mijn zintuigen wel vertrouwen? Is het mogelijk dat er een kwade God is die mij ingeeft de hele wereld waarin ik nu leef, maar dat het één grote illusie is? Dus dat is... Dat is een idee wat Putnam eigenlijk ook weer in een modern jasje met een neurowetenschappelijk jasje gestopt heeft. Maar Descartes deed het nog met in christelijke tijden met een kwade god, zeg maar, die dat deed. Maar het basisidee is hetzelfde. En het gaat nog verder terug. Plato's grot is ook al zo'n idee. Hè? Plato zei van ons leven is als gevangenen in een grot. Hè? En die zien allerlei objecten. Hè? Je ziet daar die vogel. Maar in feite zijn dat maar schaduwbeelden. Want daarachter zie je een echte vogel en dat vuur, dat werpt de schaduw op die wand. Maar deze gevangene, die denkt dat dat de echte wereld is. Die is ook in een illusie bevangen. En is het mogelijk dat wij daar uitkomen? Kunnen wij ons bevrijden? Kunnen wij de grot uitwandelen? Dat is het idee. Nou, het christendom in zekere zin, een beroemd woord van Christus, mijn
koninkrijk is niet van deze wereld. Die zegt in feite ook, dit is geen echte wereld. De echte wereld is de goddelijke wereld, is de eeuwige wereld. Het is eigenlijk, Nietzsche heeft ooit gezegd, dat is platonisme voor het volk, hè? Uitgelegd aan het volk. Want eigenlijk is het heel Platoons idee dat onze zintuigelijke wereld maar een tijdelijke, niet volmaakte wereld is, maar dat er aan de andere kant een echte volmaakte wereld is. Ja, zoals gezegd, die Matrix films gaan over de strijd tussen de mens en machines. Aan het eind van deel 3 komt het tot een verzoening. En dan zien we Neo aan een soort kruis van licht hangen. En atheïstische kijkers van de Matrix waren wel diep teleurgesteld over dit verdacht christelijke einde van de film. Nou is natuurlijk Amerika is ook een diep christelijk land, dus dan helpt het ook wel om wat christelijke symboliek in een film te stoppen. Maar velen vonden het toch wel een heel christelijke einde. Ja. Dat klopt niet helemaal. En mijn tweede blokje is, is het platonisme wat we daar zien of niet? En mijn these is dat het een omgekeerd platonisme is. Want de ironie is, in de film ontsnappen de rebellen uit die kunstmatige baarmoeders. En waar vluchten ze naartoe? Een grot in de aarde. Nou ja, nu zagen we net bij Plato dat de gevangenen zaten in een grot. En bevrijding betekent dat je uit de grot ging. Nou, deze worden bevrijd door in de grot te gaan. Nou, dat is wel omgekeerd natuurlijk. En terwijl de Matrix-wereld een zuiver geestelijke wereld is, illusie in je hoofd alleen maar, is die grot is heel materieel. En die wordt ook heel materieel getoond. Het is aarde, het is materie. En dus het is eigenlijk een soort omgekeerd platonisme, zou je kunnen zeggen. Ze ontsnappen niet van de materiële, tijdelijke wereld naar de geestelijke eeuwige, maar juist andersom. Want in die kunstmatige baarmoeders kunnen ze eigenlijk oneindig leven. Maar nu worden ze in een smerige wereld gesteld. En een van de grappige subplot is ook van Cypher. Ja, wat ze daar eten is ook een soort smerige gortenpap, smakeloos en dergelijke. En een van de figuren die ontsnapt is, die wil terug de Matrix in. Want die zegt, ik heb liever een sappige virtuele biefstuk dan deze smerige gortenpap. Nou, er is een ander filosofisch thema van Nozick, die heeft ooit gezegd, stel nu dat u aan een machine wordt gelegd die u de illusie kunt geven dat u uw wildste dromen kunt realiseren. U wordt wereldkampioen skiën, of u wordt de beste minnaar ter wereld, of u wordt de beste popzanger of zangeres. Zou u dat willen? Zou dat dezelfde ervaring zijn als die ervaring hebben als je je leven lang hard hebt moeten oefenen en werken om dat te bereiken? Ook een interessante vraag. Cypher zegt, nou, ik kies er onmiddellijk voor. Doe mij maar een virtuele biefstuk die mij de illusie geeft van een heerlijk sappige, ook al is het een simulatie, dan die smerige gortelpap die dan wel echt mag zijn, maar absoluut niet smaakt. Goed, dat brengt me op een andere denker. En daar wil ik vandaag ook de nadruk op leggen in mijn verhaal. Zoals gezegd, vele verwijzingen naar allerlei filosofen, Platoonse, ik heb even een paar grote genoemd, Plato, Putnam, Descartes. Maar er is maar één filosoof die werkelijk letterlijk wordt geciteerd in de film. En waar ook nog een boek van wordt getoond. En dat is, Hiska noemde hem al even, Baudrillard, Franse filosoof. Een beroemde postmoderne filosoof. Die het begrip simulacrum en simulatie heel veel gebruikt. En een van zijn boeken heet ook Simulation et Simulacre in het Frans. Simulacra and Simulations, vertaald in het Engels. Goed, iets over de plot van deel 1. De hoofdfiguur is Neo. Hier ziet u hem zitten. Neo die werkt bij Metacortex, een softwarebedrijf. Hij zit in zo'n klein hokje daar te programmeren. Nou, we kunnen hem wel aanduiden als een loser. In de Matrix zit hij, maar terwijl de Matrix kun je de prachtigste dingen beleven, maar hij zit daar als een klerk software te coderen.
Nou, hij probeert daar ook een beetje aan te ontsnappen. En wat doet hij? In zijn vrije tijd is hij aan het hacken. Maakt hij ook illegale software en verkoopt hij ook illegale software. Dat is een soort, zou je kunnen zeggen, digitale drugs die hij verkoopt. En die mensen ook kunnen gebruiken om allerlei belevingen. Dus niet met een pilletje, maar met een diskette. En we zien hem ook thuis en hij heeft een kluisje waar hij het geld in stopt. En waar hij ook zijn illegale software verbergt. En we zien hem in een scène dat hij het geld in zijn kluisje legt. Dit is een filmshot. En wat zien we daar in het boek? Simulacra et simulation. De Engelse titel, u ziet daar links. Die zie je niet in de film, die heb ik er even naast geplakt. Het Franse origineel. En we zien ook het hoofdstuk waar hij het geld legt. On nihilism. Over het nihilisme. Over het nihilisme. En dat is precies het thema van Baudrillard. Die verwijzing staat niet op zichzelf. En dat zien we even later in de film. Want zoals gezegd, Neo zit opgesloten in de Matrix. Hij denkt dat hij daar, dat dat zijn wereld is, maar hij ligt in die baarmoeder. Maar dan wordt hij bevrijd. Hij wordt bevrijd. De rebellen halen hem uit die baarmoeder. En dat betekent dat je dan in de echte wereld terechtkomt. Niet die glanzende Matrix, een prachtige Amerikaanse stad, heel mooi eruit zien. Maar je komt ineens in wat Morpheus zegt, the desert of the real. De woestijn van de realiteit. En hoe kom je daarin? Nou, je moet namelijk niet alleen bevrijd worden uit die baarmoeder, je moet ook nog een pil slikken die, zeg maar, de laatste restjes illusie weghaalt. En een beroemde scène is dat hij moet kiezen. Morpheus geeft hem de optie, je neemt de blauwe pil en dat betekent dan blijf je in de Matrix gevangen, of je neemt de rode pil en dan zul je de waarheid zien. Welke neem je? Nou, Neo, die was al een beetje ongelukkig eigenlijk in zijn Matrix-wereld, dus die neemt de rode pil. En wat hij dan ziet, is een New York na de apocalypse, zeg maar, na de kernoorlog. 1999 met de verwoeste Twin Towers. Ook al heel interessant. Zizek heeft later gezegd, ja, Amerikanen hadden gewoon wat educatie nodig over de realiteit. En die film bood dat wat, maar dat hielp nog niet. Dus dat moest later nog een keer iets krachtiger getoond worden. Nu, welcome in the desert of the real. Dat is wat Morpheus zegt tegen Neo. Want die wereld waar hij in terechtkomt is dus helemaal niet de hemelse wereld. Nee, dat is de verwoeste aarde. Vandaar dat ze in die grot wonen en ook allerlei straling, et cetera, van die kernoorlog. Zo diep zitten ze daarin. Nou, dat zinnetje ook, u ziet hier over dat hoofdstuk over nihilisme. Le désert de réel, de woestijn van het reële, ook ontleend aan dat boek van Baudrillard. Toch is er hier iets vreemds ook, want hij laat het zien, Morpheus, op een tv-scherm. Dus hij laat die skyline van New York die verwoest is, die wordt, daar wandelen ze niet tussen. Nee, dat wordt op een beeldscherm getoond. En dat is een heel typisch Baudrillard-achtig thema. Dat hij zegt, ja, we kennen de realiteit eigenlijk alleen maar weer via beeldschermen. We kennen niet de realiteit zelf. En ik zal daar nog uitvoeriger op ingaan. De acteurs die in de Matrix speelden, moesten verplicht allemaal simulacra en simulatie van Baudrillard lezen. Ze werden ook overhoord door de regisseurs. En dat ze het thema wel heel goed begrepen, zodat ze konden acteren. En in een interview dat Baudrillard gaf na de première van The Matrix Reloaded in 2003, zei hij ook dat de Wachowski Brothers hem heel regelmatig hadden uitgenodigd om als adviseur bij de film betrokken te worden. Maar Baudrillard had dat afgeslagen. Hij vond namelijk de film helemaal zijn werk verkeerd interpreteren. Want hij zegt, die film gaat nog steeds uit van dat er een ware wereld is en een schijnbare wereld. En ze hebben dan misschien wel het platonisme op zijn kop gezet, maar het idee dat er twee verschillende werelden zijn, dat hebben ze vastgehouden. En de theorie die Baudrillard verdedigt is nu juist dat we geen onderscheid meer kunnen maken tussen de virtuele en de echte werkelijkheid.
dat hele onderscheid obsoleet is geworden. Ik kom daar nog op terug aan de hand van zijn werk. Maar eerst nog even terug naar de film. En ook een ander verhaal. Sommigen zeggen dat Baudrillard, als ik het zo plat mag uitdrukken, op zijn pik getrapt voelde door de Wachowski-brothers. Want dat boek wat je ziet in de film is helemaal hol. Hij heeft het uitgehold om het geld erin te stoppen. Dus het is ook een soort, hij voelde zich ook een beetje te kakken gezet eigenlijk door deze film. Over nihilisme dan ook nog een leeg boek. En Franse filosofen worden soms al door sommigen al wat negatief beoordeeld als het postmodernen zijn. Dus hij was not amused, zeg maar. Maar ik denk dat hij wel een punt had. Alhoewel er ook wel iets tegen in te brengen is. Dus daar kom ik zo op. Wat we achter Baudrillard onmiddellijk ook horen is een andere stem. Die wil ik toch wel even noemen. Ik zal voornamelijk op Baudrillard ingaan, maar een belangrijke inspiratiebron wil ik wel noemen. Dat is Friedrich Nietzsche. En een beroemde passage in het werk van Nietzsche is eigenlijk een geschiedenis van de westerse wijsbegeerte op één pagina. Dus voor wie filosofie voor dummies niet wil lezen omdat het te dik is, kun je ook die pagina lezen. Dan heb je in één pagina geschiedenis van de westerse wijsbegeerte. En die heet Hoe de ware wereld eindelijk een fabel werd. En Nietzsche laat daar zien dat je begint met een ware wereld en een schijnbare wereld, bij Plato, bij het christendom. Bij Kant is dat ook nog een beetje zo, want Kant zegt de werkelijkheid die we zien is niet echt, daar zitten de dingen aan zich achter die we niet werkelijk kunnen kennen. En Nietzsche zegt dan, we kunnen nog één stap verder gaan, we kunnen die hele ware wereld wel schrappen. En betekent dat dan dat er alleen een schijnbare wereld overblijft? Nee, want als er geen ware wereld is, is er ook geen schijnbare wereld. Er is maar één wereld en dat is de wereld waarin we leven. Dat is het idee van Nietzsche. En ja, dat is het idee wat ook door Baudrillard wordt overgenomen. En hij zegt, de media spelen daar de grote rol in. En dat kun je aflezen, zegt Baudrillard, aan de geschiedenis van imitaties. Aanvankelijk bijvoorbeeld de Mona Lisa, dat is een imitatie van de werkelijkheid, maar daar zit nog, daar bestaat een echte werkelijkheid. Mona Lisa heeft bestaan, dat is een portret van een bestaande vrouw. Daarna kregen we de mechanische reproductie. Marilyn Monroe, een bekend voorbeeld, iedereen kent die foto wel, hè? Die werd massaal verspreid. Ja, wat is, zit daar een echte vrouw achter? Nou, het is eigenlijk een constructie. Als je foto's van Marilyn Monroe in het alledaagse leven ziet, ja, was het helemaal niet zo'n vamp. En het is hier door de film geconstrueerd op die manier. Hè? Door de belichting, door even een beetje wind waaien met die rok, et cetera. Hier zijn de reproducties belangrijker dan het origineel, zegt Baudrillard. En dan hebben we de derde fase. Dat is die van de simulatie. Dat is een kopie waar geen realiteit meer aan voldoet. En waar geen realiteit meer aan beantwoord. Je kunt niet zeggen dat dit een afbeelding van iets is. En dit noemt Baudrillard hyperrealiteit. De hyperrealiteit, dat wil zeggen, het komt als reëel over. Je ziet het bewegen in een film, bijvoorbeeld. Of je kijkt op tv en je ziet allerlei dingen. Je denkt, oh, dat is echt. Maar in feite is dat een hyperrealiteit. Hij heeft ook een boek over Amerika geschreven. Zei, nou, Disneyland, dat is nou bij uitstek de hyperreële wereld. Het lijkt een echte wereld, maar het is één grote fake. En waarom maken ze die wereld? Om de indruk te wekken dat er ook nog een echt Amerika bestaat. Maar ook dat bestaat niet. Dat is ook fake. Het is één groot Disneyland. Eén groot Disneyland. En Baudrillard heeft ook een boek geschreven over de Golfoorlog. De Golfoorlog heeft niet plaatsgevonden. Nou, in feite is het een verzameling van drie essays die hij schreef. Het eerste heette, de Golfoorlog gaat niet plaatsvinden. Het tweede heette, toen de Golfoorlog volop bezig was, de Golfoorlog bestaat niet. En toen die afgelopen was, schreef hij een derde artikel, de Golfoorlog heeft niet plaatsgevonden. En sommige mensen zeiden, ja, die man is gek geworden. Maar wat hij zei is van, ja, al die prachtige plaatjes op televisie van precisiebombardementen, wat er in werkelijkheid achter zat, dat zagen we niet.
Het is een beetje, de Amerikanen zijn nu zeer verontwaardigd over Poetin en wat hij doet. Maar wat er in Irak gebeurde was natuurlijk niet heel erg veel anders. Wat daar getoond werd, dat zagen we ook niet op tv. En daar zagen we deze keurige plaatjes. We leven in feite in een hyperreële wereld, dat is het. En waarom is dat nihilistisch? Nou, omdat eigenlijk we ook niet meer ons druk maken over of het realiteit of illusie is. Het is om het even geworden. We kijken naar films, naar televisie. Het is een hele geënsceneerde werkelijkheid geworden. Goed. Toch kun je afvragen, is het zo dat de kritiek van Baudrillard correct is, hè, op die film, dat het van twee werelden uitgaat? Nou, op het eerste gezicht is dat inderdaad zo. Je hebt de wereld van de Matrix en je hebt de wereld van de echte wereld waarin de mensen vastzitten, gekluisterd zijn aan hun kunstmatige baarmoeders. Maar we zien in de films, dat begint al in de eerste, maar zeker in deel 2 en 3, dat dat hele onderscheid geproblematiseerd wordt. Nou, alleen het hele woord de matrix al. De matrix betekent ook baarmoeder, maar het betekent ook, een matrix is ook een wiskundige figuur. Hè, die ter grondslag ligt, zou je kunnen zeggen, een digitaal grid. Dus eigenlijk, de hele titel van de film is al heel dubbelzinnig. Slaat die term nu op die baarmoeders of op die gesimuleerde wereld? En we zien talloze verwijzingen in de film waarin dat onderscheid heel problematisch is. Bijvoorbeeld, Neo leert in de Matrix vliegen. En dat kan natuurlijk, want in een computersimulatie kun je, als je de code verandert, kun je bijvoorbeeld een figuurtje laten vliegen. Maar wat zien we? Op een bepaald moment kan Neo dat ook in de echte wereld. Dus ja, dat onderscheid tussen, dat is een beetje vreemd. Nou ja, het is een held, hè, natuurlijk. Dus helden kunnen hele bijzondere dingen. Maar het past natuurlijk, in de film is het een soort, is het een soort ondergraving van dat idee dat er twee verschillende werelden zijn. En ook die dood aan het kruis, die versmelting van machines en mensen, laat eigenlijk ook al zien dat aan het einde, je kunt het christelijk interpreteren, maar je kunt ook zeggen, ja, ook daar is het wordt duidelijk dat het onderscheid tussen simulatie van machines en mensen, dat dat één is geworden. En ze versmelten. Een soort transhumanistisch idee. En we leren ook, in deel 2 en 3 ontmoet Neo ook de architect, degene die de Matrix bestuurt, zeg maar, de operator zou je kunnen zeggen. En die zegt, ja, in feite Neo ben jij de zesde al, we hebben, om die wereld leefbaar te houden, moeten mensen ook een bepaald idee van vrijheid hebben. Want als ze gevangen zitten en ze weten dat ze daar nooit uitkomen, dus we moeten ze ook de illusie van vrijheid geven. En dat doen we door telkens een figuur te laten ontstaan in die Matrix, zoals jij bent, Neo, die uit de Matrix kan breken. Ja, ook dat is weer een punt, dan kun je afvragen, ja, hoe moeten we dat interpreteren? Baudrillard zegt, in dat interview, waar hij pissig over die film spreekt, zegt hij, ja, dat is wat het onze tijd zo beklemmend maakt. Die hele Matrix is natuurlijk zelf ook een product van de hyperrealiteit van Hollywood. Die bekritiseert zogenaamd dat onderscheid, hè, maar het is ook een product ervan. En hij zegt, een mooie zin, hij zegt, de Matrix is zonder twijfel het type film over de Matrix dat de Matrix zou kunnen produceren. Ja, dan heeft hij een punt. Heeft hij een punt. En tegelijkertijd zien we dat daardoor toch in feite in de film ook dat onderscheid geproblematiseerd wordt. Dus het blijft heel erg ambigu, die film. Dat is natuurlijk mooi, want als een film heel duidelijk is, ja, dan ben je er zo over uitgepraat. Maar hier konden intellectuelen en filmliefhebbers en anderen konden daar boeken vol over schrijven hoe we dat moeten doen. Goed. De eeuwige wederkeer des Kleigen. Ook dat is zo'n idee van Nietzsche. Dat de werkelijkheid zich voortdurend herhaalt. En dat gebeurde in de Matrix ook. Er is een held, die gaat ten onder, die offert zich op en dan begint het hele circus weer opnieuw.
We denken dat we dan losbreken, maar het is onderdeel van het systeem. Ja. The Matrix is without a doubt the type of film about the Matrix that the Matrix could produce. Goed, we gaan nu naar de vierde film. Wat kun je daar aan toevoegen? Nou, laat ik eerst, wat ik eerder zei, nog iets onderbouwen. Ik denk dat de film nu nog veel actueler is, in zekere zin, dan in 1999. Ja, het idee dat we in een fake wereld leven en dat het eigenlijk ook niet uitmaakt of het realiteit of fake is. Nou, Trump heeft daar een nieuwe dimensie aan gegeven. Ja, dit was de best bezochte inauguratie ooit. Ja, nou ja, we zien hier die van Obama en die van Trump. Nou, ja. Hij hield gewoon vol. Nee, dit was de best bezochte ooit. De verkiezingen verloren natuurlijk niet. Ze zijn gestolen. Stop de steal. Het idee van fake news is een heel belangrijk thema geworden natuurlijk. En we hebben ook allerlei conspiracy-theorieën die tegenwoordig opgelden. We leven helemaal niet. De werkelijkheid die we zien is niet echt de werkelijkheid. Het coronavirus, nee. Bill Gates spuit ons hele kleine microchips binnen, zodat we allemaal verslaafd raken aan de Microsoft-software. Dat soort ideeën. De red pill. Red pilling is ook een belangrijk onderwerp geworden. Red pilling. Er is een website, de red pill, dat is van mensen die willen onthullen dat de werkelijkheid niet de werkelijkheid is die we denken dat die is. Maar we worden door Soros en dergelijke worden we, of door vrouwen, hè, veel van die red, de incels, ook zo'n groep, involuntary, of mannen zonder partner, die zien het als een groot complot van vrouwen, dat mannen hun seksuele genot wordt onthouden, al die geëmancipeerde vrouwen. Ook de red pill is daarvoor het metafoor geworden, die nu niet meer een fictief iets is, maar waar mensen in geloven. Natuurlijk, we kunnen zeggen dat idee dat we van de Matrix, dat we leeggezogen worden van onze energie voor de machines. Ja, dat klopt niet helemaal misschien. Maar tegenwoordig worden we leeggezogen van onze informatie. De big tech zuigen alle informatie uit ons. En wij zijn slaven geworden. U bent allemaal gekluisterd aan uw beeldschermpjes. Wie van u heeft geen smartphone? Twee mensen. Ik heb een keer in China een lezing gehouden voor een bijna amfitheater vol studenten. En toen vroeg ik, wie van u heeft geen smartphone? Toen stak er één student zijn hand op. En ik zei, why don't you have one? He said, it's broken. Ja. Dus ja, dat is. We zijn allemaal gekluisterd daaraan. En als de natte dromen van Zuckerberg met zijn metaverse, als die realiteit worden, dan is de Matrix echt gerealiseerd. En hij werkt er hard aan. Hij werkt er hard aan. Stephen Hawking zei ja, de kans is heel groot. Hè? De beroemde fysicus, de Einstein van onze tijd, zoals hij wel genoemd wordt. Ja, hij is niet zo heel lang geleden overleden. Die heeft gezegd, waarschijnlijk deze eeuw nog zal de mensheid volledig overvleugeld worden door machines. We zullen overheerst worden door superieure intelligenties. Ik werd door Paul Witteman gevraagd in Buitenhof. Die keek me heel indringend aan en zei, meneer De Mul, bent u ook overtuigd dat wij nog deze eeuw door superieure intelligenties zullen worden overheerst? Ik zei, nee, ik heb een iets andere angst. Ik ben heel erg bang dat we nog deze eeuw door inferieure kunstmatige intelligenties zullen worden overheerst. En ik heb het sterke idee dat dat al het geval is. Dat inmiddels al gebeurt. Want wij moeten ons helemaal voegen naar onze computerprogramma's. Soms wil je dingen doen met je tekst verwerken die niet mogelijk zijn. En je moet je maar aanpassen aan domme intelligenties. Superintelligence. Ik ben een beetje sceptisch daarover. Twitter is deze week overgenomen door Elon Musk. En ook die zei, take the red pill. Ja, dus ja, als u Twitter gebruikt, wacht maar wat er de komende tijd gaat gebeuren. Nu hij, ik geloof voor 400 miljard of zo, wat was het? 40 miljard? Nou, in ieder geval. 44? Ja, in ieder geval. Ja, met dit soort getallen begin je de realiteit ook al helemaal kwijt te raken. Een softwareprogramma.
Ja, dus ik denk dat de Matrix nog veel actueler is dan, dan hij was. Goed, laten we nu kijken naar... Oh ja, mijn voorspelling in dat artikel uit 2019. Ja, ik dacht dat de film zou gaan heten The Matrix Rebooted. Die hadden we nog niet gehad. Dat was het niet zo, maar rebooting speelt wel een hele grote rol. En een andere voorspelling was dat Neo zich helemaal zou overgeven aan blauwe pillen. Aan blauwe pillen. Nou, die voorspelling die kwam wel enigszins uit. Want hij slikt ze met doosjes tegelijk. Dat zullen we zien. Ja, The Matrix Resurrections. Dus het laatste stukje van mijn verhaal. Ja, een groot probleem. Hoe moet je een trilogie die mooi afgerond is... En het thema van de laatste film was Every beginning has an end. Ieder begin heeft ook een einde. Alhoewel in het Engels zit er nog een leuke woordspeling in natuurlijk. Want end is ook doel. Ieder begin heeft een doel. Nou, dat zit beide in die films. Het doel was uiteindelijk Neo versmelt met de machines. En het is klaar. Neo en Trinity gaan allebei dood daarbij. Niet alleen Neo sterft aan het kruis, net als Christus. Maar Trinity offert zich ook op in een poging hem te redden. Ja, deel 4. Wat doe je dan? Wat doe je dan? Heel lastig. Heel lastig. Nou, ik dacht een prequel. Dat is zeg maar de redding van Hollywood. Als je een trilogie hebt en je wilt er toch nog iets uitpersen en deel 4 is niet meer mogelijk. Nou, wat gebeurde er voor de trilogie? Dus ik dacht, dat is ook nog mogelijk. Dat zou ook nog mogelijk zijn. Ja. Nou, dat is het niet geworden, maar het is wel een hele aparte twist heeft het gekregen. Dat hangt ook een beetje samen met het feit dat eigenlijk de regisseurs die film helemaal niet wilden. De Wachowski brothers wilden het niet, maar de rechten lagen bij Warner Bros. En Warner Bros zei, die film komt er with or without you. Nou, een van de twee broers, inmiddels zusters... Die zei, nou, dat doe ik niet. De ander zei, oké, dan moet het maar. Nou, dat ze, ik geloof, 20 miljoen voor kregen, helpt ook. Hè? Dat verzacht de pijn een beetje, om dat te doen. Maar ze hebben er wel een hele bijzondere twist aan gegeven. En daarom vond ik uiteindelijk de film toch wel zeer het kijken waard. Omdat het zowel ook een verdere commentaar op Baudrillard is... en tegelijkertijd ook de draaksteek met het hele idee... van een vierde deel. Goed. Het zit natuurlijk een beetje in het idee... ik liet die architect net al even zien. Het idee... ik heb het ook nog laten zien. In de eerste film horen we al van Agent Smith. Dat is een agent in dienst van de Matrix... die zeg maar ontsnapte mensen moet vangen en moet doden... of terugbrengen in de Matrix... Die zegt al tegen Morpheus op een bepaald moment... ja, jullie geloven wel in die Neo, maar die Neo, dat is maar weer een kopie... want er zijn telkens nieuwe Neo's. Dat zijn anomalieën in de software. Dan loopt het even vast en dan kunnen we het weer opnieuw rebooten, opstarten... en dan begint alles weer opnieuw. Ja, dat idee wordt in de vierde opgespikt ook weer, in het vierde deel. Want ze zijn wel doodgegaan, maar natuurlijk de hele cyclus herhaalt zich weer. En dat zien we ook in de film. En de architect had dat ook al gezegd. Er zijn al 6 versies geweest. En iedere keer gaat het wat beter. En in de 6e versie wordt het helemaal goed. Want dan hebben we niet 1 Neo, maar we gaan 1 Neo, maar we gaan nu 2. Die een aparte spanning. Hè. Trinity wordt dan ook heel belangrijk. Maar ze mogen elkaar niet krijgen nu meer. En dan geeft dat zo spanning dat er weer leven in de brouwerij zit in de Matrix. Zeg maar. Dus dat is het idee van de... architect, en we worden steeds beter in de perfectionering van de software, zeg maar. Ja, wat iedere softwareproducent altijd weer belooft. Goed, dus eeuwige wiedergeer des gleichen. Maar, oh kijk, die R die moet eigenlijk achter die H staan. Dit wel. Nu wordt dat vaak verkeerd begrepen van Nietzsche. Soms wordt gezegd, de eeuwige terugkeer van het identieke. En in het Engels wordt het meestal vertaald... The eternal return of the same.
Maar gleichen is het gelijksoortige. Het is niet hetzelfde, het is hetzelfde met een twist. Dat is wat Nietzsche zegt. Leef zo dat je zou willen dat alles wat je beleeft zich eeuwig herhaalt. En het zal niet precies op dezelfde manier gebeuren, maar als dat je inzet van het leven is, dan wordt het wat. Leef zo dat je zou willen dat alles wat je doet herhaalt. Ik had een keer, toen mijn dochter 3 jaar was, ik woon in Molenhoek, een heel klein dorpje, met ieder jaar een kermisje. Nou, dat is het meest troosteloze kermisje. Meestal regent het ook, dat is bijna vaste prik. En ik zat daar een keer met mijn dochtertje van 3 in Rups. U weet dat misschien wel, huif gaat daarover. En ze klemde zich zo tegen me aan. En toen dacht ik, nou, als dit eeuwen doorgaat, dan teken ik er nu onmiddellijk voor. Dat is zo'n moment, een piekervaring zou je dat kunnen noemen, of wat dan ook. Ik voelde mij onbeschrijfelijk gelukkig op dat moment. Met mijn dochtertje van 3, die zich zo vastklemde aan mij. Nou, toen dacht ik, nou snap ik wat Nietzsche bedoelt. Leef zo dat je zou willen dat ieder moment in je leven dat zo doet. Nu, in zekere zin zou je kunnen zeggen, is die eeuwige wederkeer, die zien we nu ook in deel 4. Alleen, sadder en wiser, zeg maar. Ze zijn 20 jaar ouder ook. Hè. Hier zien we Neo en Trinity in de eerste film. En hier zien we ze 20 jaar later. En het is ook opnieuw een liefdesverhaal. Maar het heeft nu toch een heel andere lading. Trinity is getrouwd met Chad. En Chad is ook onder die incels, hè, die onvrijwillige celibatairen die geen vrouw kunnen krijgen. En die hebben het woord chat gebruiken van mannen die vrouwen eronder houden. En zo de alfamannetjes die het wel. Dat zijn de chats. Nou, haar echtgenoot in de film heet Chad. En ze heeft 2 kinderen ook en ze zit vast in haar huwelijk. En ze ontmoet Neo in de film, maar ze herkennen elkaar niet. De architect heeft gezorgd. Er is spanning, maar ze kunnen elkaar niet krijgen. En dus het is een herhaling, maar het is een soort tragische herhaling. Er ligt heel sterk de nadruk in de 4e film op dat liefdesverhaal, maar het heeft een tragische ondertoon. Het is een soort komedie, maar een soort tragicomedie zou je kunnen zeggen. En dat doet ook denken aan Griekse tragedies. Hè? Griekse tragedies die bestaan uit 3 delen, nou, de trilogie van de Matrix ook, maar bij de opvoering in het klassieke Athene werden de 3 tragedies altijd gevolgd door een komedie. Want na al die tragiek wil je ook even lachen. En je wil even een ontlading van de spanning. En dat gebeurt in zekere zin hier ook in deze nieuwe film. Het is in zekere zin, en ik vond dit begrip, ik heb dat niet zelf bedacht, bij een van de recensenten van de film, in een van de recensies, die zei het is geen reboot, het is ook geen sequel, het is ook geen prequel, het is een rebootquel. Een rebootquel. En op een hele grappige manier. We zien hier ook weer Neo. Nou, hier ziet u hem zitten achter zijn beeldscherm. Het lijkt heel erg op deel 1, dan zat hij ook zo. Maar toch is het heel anders, want Neo is nu geen loser. Neo is een succesvolle gameontwerper, computergamesontwerper. En hij heeft 3 geweldige games gemaakt, 20 jaar geleden. De Matrix 1, 2 en 3. 3 geweldige games. En daar heeft hij heel veel prijzen voor gekregen. We zien ook de camera glijdt ook zo over zijn bureau. En dan zie je de Game Awards 1999. Game of the Year, The Matrix. Ja, en ook allerlei poppetjes die je kunt kopen van Trinity en dergelijke. Het is een hele aparte twist, want er wordt in feite wat in de films als realiteit werd getoond. Hè, zo van, er is een Matrix en er is een echte wereld. Blijkt dat nu allemaal slechts een game geweest te zijn. Dat is al een hele grappige. En dit keer is er ook weer 1 filosoof maar die geciteerd wordt. Dit keer niet Baudrillard, maar Karl Marx. En wat heeft Karl Marx ooit gezegd? Dat is de zin die hem geciteerd wordt. De geschiedenis herhaalt zich. De eerste keer als tragedie, de tweede keer als klucht. En wanneer wordt dat getoond? Wanneer Morpheus hem de pillen aanbiedt? Dat gebeurt nu niet in een
fascinerende science fiction-achtige omgeving op een herentoilet. Dus het wordt in die zin krijgt het een tamelijk komische twist. Het is een soort Droste-effect wat je hier ziet. Dat het gaat over games die eigenlijk films zijn die over de realiteit gaan. Ja, je kunt nu weer met Baudrillard zeggen natuurlijk, ja, dit is helemaal het soort film wat de Matrix zou kunnen maken. En het is echt hilarisch, want Warner Bros. Besluit dat er een vierde deel van de game moet komen. Moet een vierde deel. En Neo wil dat helemaal niet. Nee, hij zegt, dat is echt wat. Het waren maar een paar games. 20 jaar geleden, ik ga toch niet nog een keer. Hij is met een andere game bezig, maar die wil maar niet lukken. Hij wil een grote opvolger maken voor de Matrix games. Maar het loopt steeds vast, et cetera. Maar Warner Bros. Zegt, nee, je moet dat maken. Je bent bij ons in dienst en jij moet nu de game maken, Matrix 4. Dus nou ja, en dan zie je ook, hilarisch zo, ja, hier zie je ze, met de directie wordt er vergaderd. Er zijn hier boeken, zie je het businessmodel en er worden gesprekken. Wat zijn nou de echte kernwoorden? Freshness, dat staat voor de Matrix. Freshness en sexy PVC-kleding. En ja, dat wordt zeg maar een heel businessplan opgesteld om deze film te doen. Van wie is deze game? Deus Magina heet het bedrijf. Van wie is dat? Dat komt ook aan de orde. Ja, dat is van Warner Bros. Natuurlijk. Warner Bros. Heeft dit bedrijf ook opgekocht. Ja. Nou, hier ziet u de Wachowski Brothers voor en na hun, transformatie van man tot vrouw. En in een van de interviews zegt hij, ja, in Matrix 1 wilden we een karakter hebben eigenlijk die man was in de echte wereld, maar vrouw werd in de virtuele wereld. En andersom. Dus dat er een genderbender plaatsvond. Maar dat mocht niet van Warner Bros. Dat vonden ze nog iets te vroeg, dit soort thema's in een Hollywoodfilm. Nou, we zullen zien dat in deze film dat in zekere zin wel gaat gebeuren. Niet alleen hebben zij het in werkelijkheid eerst voorgedaan hoe het moet, voordat je het in een film doet. Maar ze gaan het ook in de film doen. Nou, hier ziet u Neo, ja, hij is tamelijk depressief. Want hij moet een game maken die hij helemaal niet wil maken. En zeker die hele commercialisering van de film ziet hij ook al helemaal niet zitten. Hij is depressief. Hij ontmoet een aardige vrouw. Tiffany heet ze. Trinity, maar hij herkent er, ja, iets heel vaags. Herkent hij in haar, maar hij weet niet precies van wat. Het is een soort nostalgie naar iets wat nooit geweest is. Het is een, of misschien wel, herhaling met een twist. Nou, hij loopt ook bij de psychiater, dat is duidelijk. En hij krijgt ook pillen. Blauwe pillen tegen zijn depressie. Nou, we zien ook in een heel klein shot, zien we wat erop staat. Het is ontolofloxin. Nou, dat is ook wel weer een grapje, want Floxin is een middel tegen infecties, maar het heeft ook een aantal bijwerkingen, hallucinaties, neerslachtigheid, depressies kunnen allemaal doorkomen. Maar dit heet niet Floxin, maar ontolofloxin. En dus Neo leidt niet zozeer aan een psychiatrische ziekte, maar aan een filosofische ziekte. Ontologie wil zeggen de leer van de werkelijkheid, de leer van het zijn. Nou, hier ziet u Tiffany met Chad, zo'n stoere bink die de vrouwen er wel onderhoudt. En we zien ook het thema weer terugkeren dat de machines zijn nu eigenlijk ook geen vijanden, maar, of een deel wel nog steeds, maar een deel is ook zijn vrienden van de mensen geworden. Dus waar ze nu zich bevinden, ook weer in die grotwereld, daar komen allerlei machines voor. Wat je ook ziet is dat softwareprogramma's worden gematerialiseerd. Dus eigenlijk worden ze realiteit, ook daar is het weer. En ze eten bijvoorbeeld ook tomaten en aardbeien. Die worden uit softwareprogramma's met DNA, worden die ook weer gematerialiseerd. Dus de digitale wereld wordt de materiële wereld. De materiële wereld en de digitale wereld zijn heel dicht, zitten dicht bij elkaar. Iets wat we nu ook natuurlijk zien in de biogenetica, dat
we daar ook volop aan het knutselen zijn. En ook Origin of Life onderzoek bijvoorbeeld is volop bezig om te proberen ook leven te creëren in het lab. Nu, dit is de psychiater van Neo. En het blijkt dat deze de rol overgenomen heeft van de architect. Hij is degene die in feite Neo moet beheersen om te zorgen dat hij Tiffany niet krijgt. Wat er wel veranderd is, is dat de wereld van de Matrix, die hele groene glans is weg. Het is heel kleurrijk geworden. En eigenlijk de meeste mensen die in die grot zitten zijn ook heel gelukkig. Ze willen helemaal niet meer vechten tegen de machine. Natuurlijk zal uiteindelijk het oude patroon van de film, het is een reboot kwel, dus er moet herhaling plaatsvinden. Uiteindelijk krijgen Tiffany en Neo elkaar wel natuurlijk. Maar het idee is dat media niet zozeer wat Baudrillard zou zeggen een verdwijnvorm van de realiteit zijn, maar ze zijn de manier waarop de realiteit aan ons verschijnt. Dus de hele vraag, ik sla dit even over. De hele vraag, of we de rode of de blauwe pil moeten slikken, is eigenlijk ook een nonsensicale vraag. Als er geen ware wereld en geen schijnbare werkelijkheid is die tegenover elkaar staan in oppositie, dan is die hele vraag of er een schijnwereld is, hè, en of een virtuele ervaring iets anders is dan een echte ervaring, bestaat in zekere zin niet. Je hebt het niveau van de ervaring en die kan door verschillende media worden opgeroepen. Dus die rode pil, ja, die is niet nodig in zekere zin. Dat wil niet zeggen dat er geen pillen nodig zijn. Toen de Wachowski Brothers hun geslachtstransformatie ondergingen, slikten ze het middel Premarin. Dat werd in die tijd gebruikt, het is een hormoonmiddel om te zorgen dat je een seksuele transformatie door kan maken. En dat is een paarse pil. Dat is een paarse pil. Nou, als je rood en blauw mixt, dan weet u, wat krijg je dan? Paars. Ja. Dus die transformatie is in zekere zin die zij doorgemaakt hebben zij ook in de film, als het ware, tot uitdrukking gebracht. Er is geen onderscheid meer tussen die schijnbare en die ware werkelijkheid. Misschien moeten we onze zinnen zetten op ontolo premarin. Het bestaat nog niet, maar de biochemie maakt forse stappen. Dus ik denk dat ontolo premarin ook zeker tot de mogelijkheden behoort. En het zou dan een middel zijn die ons vele werkelijkheden, verkrijgbaar in vele kleuren deze pillen, vele werkelijkheden kan voorschotelen. En waar we gelukkig kunnen zijn en proberen gelukkig te zijn met de werkelijkheid waarin we leven. En die kunnen we ook zelf nog vormgeven door middel van die media. Het zijn geen machines die ons bepalen. Natuurlijk altijd het gevaar dat ze ons gaan overheersen, maar dat moeten we juist zien te voorkomen. Dus leven ontolo premarin, zou ik zeggen. Dank u voor uw aandacht. Nou, leven Jos de Buhl, zou ik zeggen. Wat een fantastisch verhaal. Ja. Dank je. Ja, ik heb dus alleen maar de eerste Matrix gezien. Maar door jouw verhaal denk ik van nou, ik wil 2 en 3 en zeker 4 ook bekijken. Want ik vind vooral heel erg interessant dat je van 4 vertelt dat het eigenlijk een herhaling is, maar met een twist. Zoals er wordt gespeeld met bijvoorbeeld die blauwe pil. Ja. Die in dit deel wordt gestikt als een soort antidepressivum, denk je aanvankelijk. Ja. Door Neo, hè? Niet meer als een keuze tussen leven in de schijnwereld of de rode pil kiezen voor de werkelijkheid. Dat is interessant, want wat zeg maar in de eerste Matrix, die rode pil, heel positief is eigenlijk, dat de waarheid. Maar die is gekaapt door rechts. Hè? Ja. Ik bedoel, die rechtsextremisten, die website heet de Red Pill. Dus dat konden ze ook niet meer doen natuurlijk. Nee. Dus vandaar nu dat
Een stortvloed van blauwe pilletjes, hoor. Ja, nee, het is inderdaad gekaapt door en heeft een heel andere betekenis gekregen. Ik ga jou even één vraag stellen naar aanleiding van je hele grote verhaal. En daarna krijgen jullie de gelegenheid om vragen te stellen. En dat is die vraag over dat omgekeerde platonisme. In Matrix 1 zitten die bevrijde mensen in een grot en ze eten smerige gortenpap. Ja. Dat is wat jij zegt. En eigenlijk lijken ze ook niet zo heel erg gelukkig daar in die grot. Nee. In deel 4 laat je zien dat ze eigenlijk in een wat mooiere wereld leven. En dat met ze ook, heerlijke aardbeien. Met heerlijke aardbeien. En dat ze eigenlijk ook geen zin meer hebben om te vechten. Nee. Waar gaat dit toe leiden? Nou ja, dat is inderdaad, denk ik, het Nietzscheaanse thema. Ja. Nietzsche in zijn boek waarin hij zegt, laten we die met de ware wereld ook de schijnbare afschaffen. Zegt hij, ja, wat we moeten doen is trouw zijn aan de aarde. In de zin, je moet proberen het beste te maken van het leven wat je nu leidt. Mm-hmm. En waar Nietzsche zich tegen richt, is dat hij zegt, eigenlijk gedurende de hele geschiedenis is ons altijd voorgehouden, ja, het leven nu is een beetje shit eigenlijk. Mm-hmm. Maar er komt iets mooier. Het, ja. Of bij Plato is het dan. Plato is hier nog relatief positief over, want hij zegt, Plato zegt, degene die filosofisch leeft, kan het nu nog bereiken, die wereld. Maar bij het christendom gaat dat helemaal fout. Dan zeggen ze, ja, het blijft shit, maar na, in het en sommigen zullen het hiernamaals als bereiken, sommige, maar ja. Anderen niet. Ja. Ja. En in feite wat Nietzsche zegt, is ja, je moet dat, en je hebt natuurlijk ook seculiere vormen. Het leven is slecht, maar straks als de communistische heilstaat er is, of als de fascistische heilstaat er is, dan zijn we allemaal gelukkig. Het is nu nog even doorbijten. Maar... En Nietzsche zal zeggen, nee, probeer dit leven, wat je nu leeft, mm-hmm. probeer dat goed te maken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld door betere aardbeien te maken in plaats van gortenpap eten. Oké, goed. Vragen? En als je een vraag hebt, steek dan je vinger even op. Dan kom ik met de microfoon naar je toe. En dat is vanwege de film die na afloop hiervan gemaakt wordt. Dan kunnen we jullie vraag ook goed horen op de film. Is er iemand die een vraag heeft? Of zijn jullie helemaal verpletterd door het verhaal? Want anders heb ik er nog wel eentje. Of twee, of drie. Zal ik er eentje stellen? Eens even kijken. Nou, ik heb er een heleboel. Even over die Wachowski brothers. Want dat viel mij ook op. Het waren eerst twee mannen. Uiteindelijk hebben ze allebei hun geslacht veranderd. Maar waarom wilde Lily, is het geloof ik nu geworden, niet meedoen? Lara heeft uiteindelijk de film geproduceerd en geschreven. Maar degene die nu Lily heet, waarom wilde die niet meedoen? Ja, nou, het is niet helemaal precies duidelijk of het nou praktische omstandigheden waren. Want ze had blijkbaar al afspraken om andere films te regisseren. Ze had geen tijd. Gewoon. Ja. Maar ze hebben wel ernstig gediscussieerd of ze het überhaupt zouden moeten doen. Dus over de andere broer, want ze waren de andere zuster, ze waren het wel. Ze hadden hetzelfde idee erover. Ze wilden het geen van beiden dat die film er zou komen. Okay. Maar het idee was, nou ja, als hij er dan toch gaat komen, dan op onze condities. Dan gaan wij doen zoals wij willen. Ja. En er is een hele strijd geweest, ook die hele persiflage in feite op Warner Bros. Want eigenlijk is het een zelfreflexieve film geworden. En het is natuurlijk ook, ja, ik vond het een kostelijke grap om Neo dan een depressieve computerontwerper te maken. Het is een herhaling. Mm-hmm. In de eerste film is hij ook depressief, maar wel met een twist. En het wordt inderdaad een komedie, hè? Ja. Het wordt een komedie. Ja. Daardoor. Eigenlijk een drama-komedie in zekere zin. Ja. Maar daarom noemde ik ook een tragicomedie. Ja. En eigenlijk ook het liefdesverhaal, want Neo en Trinity vinden elkaar aan het eind. Maar het is natuurlijk een soort net alsof je een jeugdliefde na 40 jaar weer tegenkomt en dat je denkt, ja, we moeten toch maar samen gaan. Maar ja, het heeft ook iets treurigs. Iets heel treurigs, want dan denk je, ja, hadden we dat 40 jaar geleden maar gedaan. Ja. We zijn nu heel gelukkig samen, maar het had nog zoveel mooier geweest als we dat gedaan waren toen we 20 waren. Ja, ja. En dat heeft dit, er zit een soort treurigheid hangt er over de film heen. Maar dat vind ik ook wel in zekere zin de kracht van de film. Ja, dat is ook iets van weemoed, wat eigenlijk heel erg mooi is. Denk je eigenlijk dat er ook nog een vijfde deel gaat komen? Het is niet te hopen, zou ik bijna zeggen. Maar, nou, ik denk, kijk, we hebben het er even over gehad voor aanvang. Mm-hmm. Toen zei je ook, van, ja, vind je het nou een goede of een slechte film, die vierde?
Kijk, het is natuurlijk niet die revolutionaire film die Matrix 1 was. En 2 en 3 waren ook duidelijk al minder. Hè? Het is, Warner Bros. Wilde natuurlijk na zo'n succesvolle film, hè, als je met 65 miljoen bijna 400 miljoen maakt, ja, dan wil zo'n maatschappij wel een vervolg. En dat hebben ze gedaan. Dat ging toen ook al met enige strijd, want dat zie je heel mooi dat ze, als ze dan hebben die bijeenkomst van de marketingafdeling, van, ja, er moet veel gevechten in zitten. Ja. En snelheid. En sexy, je moet een sexy vrouw ook in. Dus het is wel een hele grappige parodie, ook op dat hele verschijnsel van het sequel. En ze hebben hem gemaakt, maar in zekere zin hebben ze de Matrix ook gered, vind ik. Want als ze echt een soort vervolg, het is meer van hetzelfde, in plaats van de twist, dan was het een hele slechte film geworden. Ja, dan was het echt een flop geworden. Ja, en nu vind ik zeker, als je de eerste met plezier hebt bekeken, is het een prachtig soort naspel. Ja. En Baudrillard, want jij vertelt dat de acteurs moesten dus voor die eerste Matrix, moesten ze allemaal zijn werk lezen. Maar hij heeft uiteindelijk afstand genomen van de film. Wat vond hij eigenlijk van die twee films die in 2003 verschenen? Nou, nummer 2 en 3. Aanleiding daarvan gaf hij dat interview. Dat was in 2003. Oké, dat was daar naar aanleiding. Ja, en dan van. Zegt hij, ja, ze hebben me voor deel 1 al gevraagd, maar toen heb ik geweigerd, want ze hadden me helemaal niet begrepen. Ja. En daar had hij in zekere zin ten aanzien van 1 al een punt, maar 2 en 3 problematiseert het onderscheid al heel erg. Ja. Dus ik vond dat hij dat in 2003, ik denk dat hij deel 2 en 3 nog niet gezien had. Ja, want dat onderscheid waar jij het heel erg over hebt gehad en wat je in de Matrix ook heel erg in deel 1 heel goed ziet, is dat onderscheid tussen de mens hier en de machine daar. Maar in 2 en 3 wordt dat al, wordt die machine als het ware een beetje gehumaniseerd en de mens wordt wat meer richting de machine gevormd. Ja, en er zijn heleboel, ik ben er niet heel uitvoerig op ingegaan, maar er zijn heel veel details waar je ziet dat het onderscheid geproblematiseerd wordt. Ja. En dus door, alleen al door dat ze vrede gaan sluiten, dat ze in elkaar overgaan in zekere zin, maar ook dat Neo ineens kan vliegen in de werkelijkheid. Het mooie is, in deel 4... moet hij ook weer van een flat afspringen, want ze zitten achter hem aan. Ja. Hij durft niet. Hij kan het niet meer. Uiteindelijk springt hij toch en is het Trinity die hem omhoog trekt. Aha. Dus ook daar zie je de verandering. Ja. Ik wil niet alleen de Wachowskis zijn vrouw geworden, maar ook de held is vrouw geworden. Dus dat vond ik ook wel een leuke. Je hebt maar één lijn echt, of een aantal lijnen kunnen bespreken. Maar wat mij heel erg opviel in die eerste film, is dat het belang van de vrije keuze zo essentieel is. Neo kan uiteindelijk kiezen. Ja. En dat is dan een keuze tussen die blauwe en die rode pil. Maar het gaat er uiteindelijk om dat hij die keuzemogelijkheid heeft. Ja. Ja, wat heel interessant is, en daarom heb ik Nietzsche ook even genoemd, dat idee van de eeuwige terugkeer. Hè? Dat is een heel lastig idee. Want als dat zo is, dat de werkelijkheid zich voortdurend herhaalt, maar met een twist. Wat betekent dat? Ben je dan vrij of niet, als je in zo'n wereld leeft? In principe zou ik zeggen dat je niet vrij bent, behalve in die twist. Ja, want daarin kun je nog iets manoeuvreren. Ja. Maar in zekere zin, en dat is Nietzsche was heel erg geïnspireerd door de Griekse tragedies. En daar zie je eigenlijk ook dat de helden altijd in vrijheid hun noodlot realiseren. Je kunt zo zeggen, als je een slaaf was, dan kon je leven ellendig zijn natuurlijk, maar niet tragisch. Tragisch is wanneer je een noodlot zelf toebereidt. Dus als er een tsunami over je heen komt, ja, dat is dikke pech. Maar dat is niet tragisch. Nee. Maar als je, bijvoorbeeld, neem even de beroemdste tragedies Oedipus. Er is een orakel dat voorspelt een koningspaar, het kind wat jullie zullen krijgen, dat zal de vader doden en de moeder huwen. Ja. En het kind, als het volwassen wordt, hoort van die voorspelling, maar weet niet dat niet zijn echte ouders zijn, want hij is de vondeling gelegd door de echte ouders. Mm-hmm. Het zijn zeg maar pleegouders. Maar hij weet dat niet, dus hij ontvlucht het huis, want hij wil niet dat het noodlot uitkomt. Hij wil niet dat de voorspelling uitkomt. Hij ontvlucht het land, nou, dan komt hij een man tegen, koning
op een paard op de weg. En die wil niet opzij gaan. En hij ook niet. Gevecht, hij doodt de man. Eerste deel komt uit. Eerste deel komt uit. Nou, die man laat een weduwe na. Nou, hè, huwbare weduwe. Op de troon. Mm-hmm. Dus hij huwt deze koningin. Mm-hmm. Hij huwt zijn moeder. En waarom is het zo tragisch? Niet dat dat noodlot erboven komt, maar hij is degene die het zelf bewerkstelligt. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, de Griekse tragedie laat zien dat vrijheid en noodlot heel erg samenhangen. Als er geen vrijheid is, is er in zekere zin ook geen noodlot. Dan kan er wel een boel shit gebeuren. Mm-hmm. Hè, een tsunami over je heen of wat dan ook, dat is natuurlijk heel, dat is niet leuk. En een slaaf kan een ellendig bestaan hebben, maar een slaaf is niet tragisch. Vandaar ook dat helden altijd vrije mensen zijn. Hè. Het zijn koningen, het zijn in feite hele edele en hè, vrijzinnige types. Ja. Ja. En die juist daardoor... En Terry Eagleton heeft ooit een boek geschreven die zegt... Ja, het vervelende van onze tijd is dat de tragedie is gedemocratiseerd. Mm-hmm. Want iedereen heeft nu de kans om zijn eigen noodlot... Kijk, als je in een slavenmaatschappij kun je als slaaf, ja, moet je... Bestaan, ja, moet je ondergaan. Voegen aan. Maar wij de kunnen regels, onze eigen verslaving of auto-ongeluk. Of, we kunnen, op vele manieren kunnen we ons noodlot toebereiden. Mm-hmm. Of we raken verslaafd van beeldschermpjes of zo. Ja, precies, want daar moet ik aan denken. Omdat je ook inderdaad op een gegeven moment zei dat wij eigenlijk leeggezogen worden. Wat onze informatie betreft. Wij zijn slaven van Google, Facebook, et cetera. Ja, ja. Die we eigenlijk we gewoon... worden niet betaald. Ja. We zijn echt slaven. We worden er niet voor betaald. Ja. Want we hebben op zich vaak nog wel een keuze van willen we onze informatie prijsgeven, hè? Willen we onze privacy maar ook een klein daar kiezen we opgeven? Zelf onze, ja, we ja nee, dat we kiezen daar zelf noodlot, voor, ja. Misschien dat jullie naar aanleiding hiervan denken van nou, ik heb een vraag. Ja. Ja. Nou, dat precies een vraag is, dat weet ik niet. Ik zat te denken aan Harari. Die heeft ergens betoogd dat bijvoorbeeld chimpansees, die werken samen... Maar dat komt alleen een klein groepje omdat die apen van elkaar houden. Mensen zijn daar heel anders in. Alle Rooms-Katholieken lopen, als ik een beetje banaal zeg, achter de paus aan. Trump in Amerika, heel veel volgelingen. Mensen hebben iets geks in zich dat ze in staat zijn samen te werken voor een of ander doel. Wat voor doel het ook mag zijn, dat, misschien wel dat Duitse woord. En als je dat nou in perspectief zet naast een machine... Dan is de vraag of een machine dat überhaupt kan en of een mens gewoon er niet altijd boven blijft. Dat gaat soms met heel veel ellende, misère, maar door die rare eigenschap van achter ficties aanlopen, dat kan een machine volgens mij nooit nadoen. Dat is een interessante opmerking inderdaad. Kijk, ik maakte al een beetje... Als in de vorm van een grapje, die opmerking over die superieure intelligenties. Hè? Dat ik zei, nou, ik ben veel banger dat ze door inferieure intelligenties worden overheerst. Ik denk dat computers, robots en dergelijke op een aantal punten veel adequater kunnen handelen dan mensen. De schaakcomputer kan ons verslaan. Ik denk dat zelfrijdende auto's uiteindelijk waarschijnlijk minder ongelukken zullen maken dan menselijke chauffeurs, et cetera, et cetera. Maar er zijn ook een aantal zaken die machines niet kunnen. En verbeelding bijvoorbeeld is er één van. We hebben computerprogramma's die kunnen allerlei nieuwe sonates van Mozart componeren. Of Rembrandt schilderijen maken. Maar ze kunnen geen nieuwe stijl bedenken. En dat vereist verbeelding. En het laatste beeld van Matrix 4 is ook heel mooi. Dan vliegen... Neo en Trinity de lucht in. En dan zeggen ze, let's paint many rainbows. En dus als een zinnenbeeld als het ware van verbeelding. Mensen kunnen nieuwe werelden bedenken. En vandaar ook dat ik heb dat nu door tijdsgebrek iets minder uitgewerkt dan ik van plan was. Maar kijk, Baudrillard is heel negatief over media. Dat hij zegt, ja, die media die leiden ons af van de realiteit. Maar ik denk dat hij een soort ontologische nostalgie heeft... Alsof er ooit een echte werkelijkheid heeft bestaan waar we ons in bevonden. Want ik denk, mensen hebben altijd media gebruikt om hun leven vorm te geven. Ze bouwen huizen, ze maken kleding, ze bedenken religies, ze maken wetenschap, et cetera. Dat zijn allemaal media tussen ons en de realiteit in. En ik zie die niet zo negatief. Natuurlijk, daar zijn geslaagdere en minder geslaagde vormen.
En sommige religies zie ik ook liever niet. Hè? Als ze niet-gelovigen het hoofd gaan afhakken, dan vind ik het een minder geslaagde medium, zeg maar, om de werkelijkheid gestalte te geven. Maar dat is de manier waarop mensen leven. En ik denk dat dat een groot verschil is tussen andere dieren en mensen. Dat wij altijd de werkelijkheid als zus of zo kunnen zien. En dat vermogen, en je zou dat, Nietzsche noemt dat ons metaforische vermogen, dat we kunnen zeggen, oh, ik zie dit zus of zo. Als je door een bos loopt, kun je zeggen, ik zie dit als zoveel kuub hout. Of ik zie dit als een hele romantische plaats. Of ik zie dit als een unieke biotoop. Mm-hmm. En we kunnen de werkelijkheid op vele manieren interpreteren. En dat is de grote kracht van de mens. Dat heeft ook zijn gevaarlijke kanten, want als een dictator een goed verhaal heeft, kan die ook massa's daardoor op de been brengen. En dat kan tot rampen leiden. Hè? Dus ik ben meer een realist dan een optimist wat dat betreft. Mm-hmm. Maar ik vind dat Baudrillard daar veel te negatief over is. En ik noem dat een soort ontologische nostalgie. Ja. Alsof er ooit een werkelijkheid is geweest waar we onmiddellijke toegang toe zouden hebben. Mm-hmm. Maar dat is ons mensen niet gegeven. Mm-hmm. En in dat opzicht ben ik wel een volgeling, zou je kunnen zeggen, of iemand in ieder geval die filosofie zeer waardeert, van Helmut Plester. En Helmut Plester die heeft gezegd, de mens is kunstmatig van nature. Ook zo'n mooie, mm-hmm. ook zo'n mooie paradox in zekere zin. Want mensen kunnen zich alleen realiseren op een kunstmatige manier. Wij maken kleren, wij maken voertuigen, wij maken gebouwen. En dat is de manier waarop wij leven. En het idee dat wij dat allemaal weg zouden kunnen doen en dan pas echt zouden gaan leven, Plester zou zeggen, dan zijn we geen mensen meer. Nou, muziek is toch een belangrijk iets wat niet echt gematerialiseerd is. Dat is. Nou ja, het is ook klanken en je hebt instrumenten voor nodig die van materie zijn. Mm-hmm. Die verbeelding moet natuurlijk altijd worden, een huis is ook materie. Hè, maar het mm-hmm. is een materie vormgegeven door de menselijke geest. Wat mij opvalt is dat jij de hele avond lang alleen maar westerse filosofen hebt genoemd. Plato, Kant, Descartes, Baudrillard, Plesner. Maar zit er ook oosterse filosofie in deze films? Of zijn het alleen de oosterse gevechtstechnieken? Ja, ik ben bang dat u me nog een keer moet uitnodigen. Oh, oké, maar dat zit er dus ook in. Ja, er zit er zit ook een heel sterk boeddhistisch thema in. Ja, hè, wat steeds, dat noemde je al even in het begin. Noemde het heel kort even. Kun je dat even noemen? Wat is ook, dat boeddhistische thema dan? Ja, dat is ook heel interessant, want ook het boeddhisme is een vorm van nihilisme. Mm-hmm. Het idee van het boeddhisme is ook dat eigenlijk de werkelijkheid waar wij ons in bevinden, en ik heb het nu vooral over het Zen-boeddhisme, mm-hmm. niet het Indiaanse zozeer, dat we altijd bepaalde structuren vormen om de realiteit gestalte te geven. Maar het Zen-boeddhisme zegt, ja, iedere structuur is in feite een verzinsel. En eigenlijk is het Zen-boeddhisme er altijd op gericht om dat te vernietigen. Ieder systeem kan een verstarring betekenen en je moet dat loslaten. En daarom hebben ze die prachtige koans, dat zijn van die wijsheidsspreuken, mm-hmm. waarin dat gebeurt. Bijvoorbeeld, er staat een monnik tegen het Boeddha-beeld te plassen. En dan komt de abt en die met een stok en die zegt, wat is dit voor een schone schennis? En dan zegt de monnik, kunt u mij dan vertellen waar de Boeddha niet is? Mm-hmm. Ja. Dus ik bedoel, zelfs het boeddhisme zelf als systeem is een probleem als je eruit te zeer in gaat geloven. Maar hoe zie je dat in deze films? Wat je ziet, daar is een klein meisje, speelt ook een rol. Ja, en die heeft een lepel in de hand en die valt ineens zo, die verslapt helemaal. Okay. En dan zegt ze, there is no spoon. En dat is het ultieme boeddhistische idee. Ja. De werkelijkheid waarin we leven is in feite een illusie. En het nihilisme zit erin dat het boeddhisme ergens ook zit, wat is gelukzaligheid? Dat is het nirvana en dat is de toestand van de kaars wanneer hij uit is. En dat is echt nihilisme eigenlijk, want het boeddhisme zegt, alles is lijden eigenlijk. Hè? Alles is lijden en dat betekent dat eigenlijk als je geluk nastreeft, het ultieme geluk bestaat uit het niet leven. Niet meer wensen. Iedere wens is altijd, draagt ook teleurstelling in zich. Mm-hmm. En pijn in zich. Mm-hmm. Dus het ultieme verlossing is je volledig onthechten aan de wereld. En vandaar ook dat je ieder systeem, et cetera, moet je los kunnen laten.
Maar geldt dat niet voor die mensen die als een soort batterijen in die matrix leeggezogen worden? Zijn die niet eigenlijk? Nou ja, die worden gevuld in dat nirvana? Met illusies. Ja, nou nee, ze worden juist door die matrix gevuld, ja, okay, gevuld ja. met illusies. Ja, ze zijn niet meer. Ja. En Nietzsche is, kijk, Nietzsche is heel erg beïnvloed door Schopenhauer. Schopenhauer was eigenlijk de eerste westerse filosoof die echt diep geraakt was door Oosters denken. Er zijn wel andere voorbeelden. Leibniz bijvoorbeeld was ook, ook had zeg maar kennis van Chinese filosofie. En bijvoorbeeld het hele idee van binaire systeem. Eentjes en nulletjes. Leibniz is de uitvinder van het binaire getallensysteem. Had hij van yin en yang. Ja. Twee elementen waar je alles uit. En de hexagrammen van de I Ching. Ja. Maar Schopenhauer, kijk, dat was een inspiratiebron. Maar je kunt niet zeggen dat Leibniz filosofie verder heel erg geïnspireerd is door het oosterse denken. Schopenhauer is dat wel zo. Want ook Schopenhauer zegt, de wil is de oorzaak van alle pijn en alle frustratie. Dus om je te verlossen moet je de wil kunnen loslaten. Mm-hmm. Iedere wil loslaten. En Nietzsche was sterk beïnvloed door Schopenhauer. En ook wel door het idee, want dat rad van Ixion, hè, dat de eeuwige terugkeer is ook een typisch Oosters idee. Mm-hmm. Maar hij kon niet meegaan met nihilisme. Van, in dat opzicht, zei hij, bleef Schopenhauer toch geloven nog in een ware wereld. Ja, ja. En daarom dat Nietzsche zegt, we moeten in het hier en nu moeten we leven. Ja, ja. Ja, nu gaan we een beetje van de matrix af. Want ja, nou, we zouden je eigenlijk nog een keer moeten uitnodigen over Nietzsche en Schopenhauer. Laat ik even teruggaan naar de matrix. En dat is eigenlijk ook de laatste opmerking die ik wil maken. Ik vond toen ik vanmiddag dit aan het voorbereiden was ook een andere matrix. En dat was de Matrix Revisited, heet die, geloof ik. Ja, dat is een documentaire uit 2001... over het maken van deel 1, maar ook alvast over deel 2 en 3. Ontzettend grappig, want je ziet daar dus hoe de acteurs leren vechten, terwijl ze hangen aan touwen en leren vliegen. Hangend aan touwen in de studio, met grote matrassen eronder. En dan, ik kan het moeilijk hier voordoen. Ik zou het willen dat ik zou kunnen vliegen, maar Ik kan die documentaire echt van harte aanraden. Het is alle spelers vertellen, de directeur of de director vertelt, de Wachowski brothers komen aan het woord. Ja. Baudrillard komt er ook veelvuldig in voor, hè? Dus filosofische referenties in de Matrix. De Matrix Revisited is ook heel erg leuk, dus dat is eigenlijk dan het vijfde deel, zou ik bijna zeggen. Ja, ik wil jou heel hartelijk danken alvast. Laten we dat eerst doen met een applaus voor je prachtige verhaal. Want eerlijk gezegd kun je er zo gefascineerd over praten, dat ik echt denk van nou, ik wil ze gewoon allemaal bekijken. Ik weet niet of er meer mensen zijn in de zaal. En ik heb toch geen aandeel in Warner Bros, hè? Dat voor alle zekerheid. Nee, gelukkig maar. Maar jij had nog een verzoekje, want jij wilde graag dat we eindigden met muziek. Ja. En dat is dat liet je ook eerder zien inderdaad, van Jefferson, Airplane, White Rabbit. En dat gaan we nu horen, terwijl jullie de zaal verlaten. Maar jullie mogen uiteraard ook nog even met Jos de Mol. Het is een soort begrafenis waar je ook dan nog een stukje bij het verlaten van de zaal. We hebben helaas geen borrel of cake of weet ik wat erbij. Maar jullie kunnen nog even met Jos praten voordat ik hem naar de trein breng. En nu gaan we luisteren naar deze muziek. Maar nogmaals, een hartelijk applaus voor Jos de Mul. Ja, eigenlijk wilde ik nu wegvliegen, maar